Hey, ik ben George van Oké, dat was heel druk. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag is het weer zover. Het is weer woensdag. Wat betekent dat? Sims 4. Oh my god, ja! Jee. Ik ben nu moe van de intro. Huh? Waarom heeft die zwart weer... Hij doet het niet. Sims. Oh, ik weet het al. Ik heb de vorige keer, dat weet ik nog, heb ik per ongeluk hem gedelete. Oh, nu staat hij helemaal op de voorgrond. Ga naar beneden. Zo, goed zo. Braaf. Oké, ik ben echt te druk. Help. Oké, wat de flipping herk loerk. Dit is trouwens bijna weer Sinterklaas. Waar? Misschien als ik deze video opneem, is het zelfs als... Ik weet niet. Ik weet niet wanneer het Sinterklaas is, maar het is bijna weer Sinterklaas. Ik weet niet uit mijn hoofd. Sorry kindertjes. Maar ik kan niet wachten tot Sinterklaas weer in het land is, want dan krijg ik weer cadeaus. Ja! Yay! Maar... We gaan vandaag gezellig de Sims doen. Oh, ho, ho. Nee, dit wil ik niet. Oké, spelladen. Opname. Dit is een goede spelletje. Spellentie. Oké, hopelijk wordt de FPS niet laag dit keer. CPU 15,9%. Holy moly. 17,1%. Holy. 16,6%. Wow. Hij gebruikt veel van de CPU. Yeah. Oh. Sorry. Oké, laten we maar op play drukken. Ja. Yeah. Blijft de FPS goed? Ik zit even, voor als jullie denken, waarom zit je zo asociaal naar de zijkant te kijken? Ik zit te kijken of de FPS goed blijft. FPS ziet er goed uit. Het is nog steeds 30 FPS. Yes, oh my gosh! Ja! Oké, blijft die? Nu wordt het zwaarder waarschijnlijk. Kom op, please zeg dat je 30 FPS blijft. Alsjeblieft. Oké, als ik op play ga drukken, hè, blijft die dan? Ja! Oh my gosh! Hij blijft gewoon 30 FPS. Ik ben zo super blij. Ga slapen, kind! Kind, ga slapen. Marjolein, ga slapen. Marjolein, waarom kun jij niet slapen hier? Jij kunt gewoon niet slapen in de tent. Oh nee. Bella. Oh, wat schattig. Oh, zo cute. Maar waarom moet je uit jezelf weer slapen? Hé, hey. Don. Wat moet je nu? Moet je weer eens pissen? Ik moet pissen. Kennen jullie Pardy? Hij is van Bonkers, hij is heel oud. Ik moet niet pissen, even voor duidelijkheid. Ik ben net namelijk wezen pissen. Jee, wat leuk. Ha! Wat een nutteloze informatie is dit ook weer, hè? Wat een nutteloze informatie, gewoon. Don. Ga pissen. Don.
Don? Wat doe je? Don! Don? Gebruiken. Kom. Je gaat toch niet zeggen dat je dadelijk gewoon in je broek gaat doen door een Sims glitch, hè? Dat ga je toch niet zeggen, hè? Don. Don! Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Don, wat heb jij? Wat de flipping heck heb jij, Don? Wat heb je? Kom op, Don. Don, je hebt honger? Je blaas klapt over. Wat is dit? Game! Sims! Wat doe je? Echt verdikkie, Sims. Sims, ik ben diep teleurgesteld in je. Echt heel teleurgesteld. Ik ben echt. Ja, boos. Ja. Kom op, Don. Je gaat toch niet in je broek doen, hè? Je zit te twijfelen. Ga ik nu cheaten dat hij het niet doet? Oh. Ik ga gewoon een klein cheatje doen. Want ik wil niet dat hij. Ctrl Shift C. Testing. Cheat. True. Cheat voor behoefte blij maken. Oh, waarom doe ik dit? Ik heb dit nog nooit gedaan, een opname. Echt. Ik ben ook zo'n plopkoek, hè? Ik ben echt. Ik ben zo'n. Maar hij doet ook. Are you flipping serious? Ik heb net flipping gecheat omdat hij maar niet wegging. En. Oh, je had een nachtmerrie, schatje toch? Komt goed, schat. Waarom ga je mij wakker maken als het donder is, schatje? Waarom doe je dat? Oh, ik vind het echt heel zielig voor je. Oh. Waarom moest je nou weer een nachtmerrie hebben, schatje toch? Wat is die lichtflits? Het supergrote. Oh, die fontein. Iel, ik liet een scheet. Iel, nog één. Komt goed, schat. Kom. Oh, Marjoleintje toch? Nou, oh, ze is weer blij. Oh, zo schattig. Ik hou echt van de Sims met kinderen. Ik vind het zo cute. Help. Oh mijn god, zo schattig. Wow, ik begin trouwens echt dik te worden. Oh god, ik moet eigenlijk een fitnessapparaat hebben of zo. Dit is niet goed. Ik word dikker. En schat, Don heeft nog steeds een sixpack. Don, jij ziet er goed uit. Don, je bent een mooie man. Maar ik begin een beetje dik te worden. Oh god. Ik moet gaan sporten. Eeuw, nou, zo schattig. Nou, maar. Hoezo ben je nog steeds heel verdrietig? Oh, hebben we ook al te veel gestoeid? God, de kinderen, ze zijn afschuwelijk. Nee, grapje. Nee, nee, nee. Kinderen zijn superleuk. Ze zijn niet afschuwelijk. Ik hou. Even voor duidelijkheid, geloof niet wat ik zei. Ik hou echt van kinderen. Ik wil zo graag later kinderen. Echt, I love kinderen. Echt, ik hou ervan.
Echt zoveel? Kun jij nou zomaar. Wat ga je doen, schat? Wat ga je doen, Marjolein? Marjolein, wat ga je doen? Jee. Oh. Kom op, Marjolein. Het komt goed. Zit je weer. Je gooit gewoon de luier weg. Gadverdamme. Joost. Wat doe je voor vieze. Vieze luier weggooien. Viezerik. Joostje. Gadverdamme, Joost. We gaan hem opvoeden. Nou, schatje. Kom. Kom. Oh, god. Oh, god. Is ze? Ja, ze is weer blij. Jee. Oh, ik ben blij. Opvoeden. Helpen met behoeften. Help vragen zichzelf schoon te maken. We gaan vragen of ze zichzelf wil schoonmaken. Kom op, je kan het, schat. Ik geloof in je. Kom. Waarom moet je dit nou weer buiten vragen? Huh? Ga je het nu doen? Rustgevende windgang. Luier gebruiken. God of God. Moest je het weer eens in je luier doen? Gadverdamme, schat. Gadverdamme. Gadverdamme, gadverdamme, gadverdamme toch. Maar we gaan opvoeden. Leer om alsjeblieft dankjewel te zeggen. Zo, ah ja. Wat een mooi iets is er op tv. Prachtig. Kom. Ja, ja. Oh, wacht. We gingen eerst leren alsjeblieft dankjewel te zeggen. En daarna gaan we lekker eten. Ja. Eten. Yeah, je hebt er manieren bij. Woe. Ah. Het gaat goed. Het gaat goed. Ja, Marjolein. Je doet het supergoed. Oh. Goed zo. Goed zo, ja. Wat prachtig dansen ze. Na 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 na. Kom op. Ja. Jee, schattig. Schattig. Wat cute. Me valt trouwens nu op dat ik echt gewoon niet mijn soort ogen heb. Gewoon. Echt gewoon niet. Volledig niet. Ik moet trouwens echt ook de merchandise petten maken en truien. Want ja. Kijk trouwens, voor als jullie denken je hebt geen merchandise aan. Nou, ik had gewoon koud en ik had geen trui aan. Die zit in de was. Maar ik heb wel een shirt onder mijn vest staan. Ik hou gewoon mijn vest open. Zodat jullie mijn merchandise kunnen blijven zien. Moet je weer opdrukken, Don. Don is echt. Hij doet zoveel voor zijn uiterlijk. Don, doe eens iets minder voor je uiterlijk, schat. Oké, we gaan even. Meer keuzes. Zoenen. We gaan zoenen. Gadverdamme. Vies. Nee, grapje. Grapje. Dat is niet vies. Kom, Don. Ga je nu. Oh, je zet maar je lijn neer. Oké, dit gaat cute hoor. Waarom gaan jullie niet zoenen? Jullie gingen zoenen. Ik klik net zoenen aan, verdikkie. Liefde. Zoenen. Oké. Oké. Even een top moment.
zo cute. Zo, dan maak ik daar even een screenshot van straks. Voor in de thumbnail. Ja, yeah. Dat was leuk, hè. Dat was schattig. Dat was cute. Oh, zo cute. Zo cute dat zoenen. En ja, ze zijn echt cute. Schattig. B. Alles, 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 alles in één. Oeh. Je bent cute, schattig. En ook heel lief. En ook heel lief. Maar kom, schat, 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 waarom slaap je weer? Schat, waarom slaap je? Verdikkie, stom kind. Nee, grapje. Waarom zeg ik dit? Ik word echt de laatste tijd goffer. Nog ineens heel gof, maar ik word de laatste tijd echt gewoon goffer. Dat, ja, ja. Dat merk ik gewoon. Ik weet niet waardoor. Maar ja, ja. Ik weet niet waar ik heb. Sorry, kijkertjes. Het spijt me. Het spijt me zo erg dat ik... Ja. Nee. Het maakt niet uit. Het kan gewoon gebeuren. Wow. Dit is echt een coole studiokelder. Dit is echt de coolste studio ooit. Zit je... Lieve schat. Zit je nou in mijn studio te gamen? Foto maken. Van Don. Kom, ga een foto. Oké, het kan niet. Ik denk dat dat niet kan met deze camera. Maar wat wel kan, is grappen vertellen. Of nee, Don, ga jij grappen vertellen. En dan ga ik... Oh god. Ik moet... Moet ik nu werken? Oh. Oh god. Oh god. Oh god, oh god, oh god, toch. Ik moet stijgen binnen charismavaardigheid. Oké, hoe ga ik dat doen? Oh mijn god. Ik moet twee keer nog een afspraakje hebben. Oh mijn god. Kan ik hier misschien iets kopen? Dat lijkt me wel cool. Altijd welkom. Dit is... Oké. Wissel van gemoedstoestand. Sportdag. Leuk. Zelden hongerig, kost gewoon 4000. Supergroene vingers, professionele luilak. Waarom kost professionele luilak zoveel punten? Echt, dit is gewoon erg. Ik ga oplettende Sims leren eigenschappen van anderen. Doen ze alleen maar. Doen ze alleen maar. Oh mijn god, die gaan we doen. Ja, wie did it? Oké, we gaan bij Don ook iets kopen. Die heeft hem minder. Oké. Zelfverzekerd drankje. Oké, heb je nu een zelfverzekerd drankje? Oké, we gaan het gewoon drinken. Dan worden we zelfverzekerd. Oh mijn god, cool.
Zo cool. De FWS zijn trouwens nog steeds 30, of nu even, kan ook. Maar ze doen het goed. Ik ben trots op mijn FWS. Jee, zo. Jee, ik ben heel zelfverzekerd. Oké. Dan ga je nu. Wat ga je nu doen? Kun jij eigenlijk, kan eigenlijk elk simpoppetje een social media profiel aanmaken? Nope, dat kan alleen maar als je het als werk hebt. Of misschien. Even uittrekken. Zo, ha ja. Pompidompidom. 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 God, kijk eens, ik ben echt moe. Ik ben echt heel moe, kijkertjes. Of kijkers, of hoe jullie het ook willen zeggen. Maar, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dan zet ik de webcam groot in beeld en druk op dit toetsje. En dan gaat mijn Sims ook op play. Nou, gamer. Oh, nee! Oké. Ik klik per ongeluk op game afsluiten in plaats van opsluiten en opslaan en afsluiten. Soms ben ik echt zo dom. Soms ben ik echt zo super dom. Gewoon. Soms ben ik echt dom. Maar dan gaan we gewoon de volgende keer weer hetzelfde doen. Nou, dan ga ik zeggen, vergeet niet te. Is je nu al in beeld? Dan ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren, zoals hier beneden staat. Volg me op Twitch en Instagram, zoals in die hoekjes staat. Ja, daar. En daar. Kijk, nu wijs ik perfect erop. Zo, ah ja. Wat prachtig. Nou, vergeet niet te abonneren en like deze video. Volg me op Twitch en Instagram. En houdoe!